Nou, dit was het zo'n beetje waar we hier zaten. Dat is de plek van Richard. En die staat nu in de ijskast leeg te ruimen. Dan dalen we hier het monumentale trapgat af. En dan komen we bij het archief. Wat eigenlijk volgens mij is dat puur. Een element wat je absoluut niet af mag breken. Ik heb hier heel vaak ook opnamen gemaakt. En er waren hier altijd leuke dingen te doen. En altijd spannend, het was altijd spannend. Ik heb de laatste keer dat ik hier binnenkwam, te sloegen de ballen, tennisballen van Dubio, of hoe heet ze? Top en Dubio, ja, om mijn oor. Ik denk, nou, je moet weer gauw weg zijn. Want er stond hier ook een net gespannen en zo. Dat is heel bijzonder dit allemaal. En als dit geen cultureel erfgoed is, dan weet ik het niet meer. En ik zie het ook nog gewoon niet verdwijnen. Maar ik maak toch maar even een opname voor alle zekerheid. Want wel ingelichte bronnen die zeggen dat er morgen al, tenminste binnenkort al iets gaat gebeuren. Dus iedereen is druk bezig om zijn spulletjes weg te ruimen. Hier als werd te spelen. Ja. Ik zat te gaan. Echt bouwen op je neus. Ja, dat is. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om dat soort plekken, net zoals bijvoorbeeld bij de huisartsschool, waar natuurlijk ook waren van die locaties waar mensen nooit anders optraden, zeg maar. Noodzakelijk in de stad als Den Haag. Ja. Waar dit soort plekken nodig. Is de garage er nog? Ja. Ja? Ja, die is er nog wel. Oh, die is er nog wel, gelukkig. Ik heb een concert bijgewoond aan het einde van deze gang, volgens mij. Die je net zat, Pietertje van Splunter. Ja. En ik was helemaal onder de indruk. Ze was hartstikke jong nog en toen dacht ik bij mezelf, god, tussen dat woeste krakersvolk. Ja, nee, echt waar. Dat was echt heel bijzonder. Ja. Oh, pas op, sorry. Ja. Oh, jullie branden het gewoon helemaal op het pand. Nou, ja. Ja, dat is het dan. Dit was het dan, uit het conservatorium. Het is echt. Ja. Studio Tonka. Ja. Beter, hè? Action. Ja, ja. Je hebt niet op gasten gerekend. Oh, nee. Ja, precies. Van de illusie. Want morgen zou alles verdwijnen. Dus ik kan wel nagaan dat het. Ja, het is wel jammer, eerlijk gezegd. En. Tot ziens. Peter Bos. Die me net rondgeleid heeft. En. Er is dus net een soort. Rouwstoet geweest, waar de mensen dus in het, bij het vuur op na zitten te treuren dat het weggaat. Ik vind het nog steeds vreemd dat dit pand niet als, als monument wordt beschouwd. Want als het een verfje krijgt, dan is er eigenlijk weinig mee los, als ik het zo zie. Het is natuurlijk toch een Rijksgebouw geweest tenslotte. Laat het beste ervan hopen.